Hallo. Good morning. Wat ga je, wat ging je filmen? Nou ja, waar we gebleven zijn gisteren, want het is weer een nieuwe dag. De zon is er niet. Geer heeft voorlopig dit gebouwd, hier. En dit voorlopig vastgemaakt. Of we verder gaan vandaag, weten we niet. Want in ieder geval gaan we een buurman nu helpen. Want er is een boom over zijn weg heen gewaaid. En die mag ik hebben. En die mag je hebben, maar dan moet je hem wel even weghalen. Dus dan doen we dat. Goedemorgen. Oh boy. Oh shit. Kijk jullie dan maar aan. Oh fuck it. Daar ging mijn telefoon. Ga landen in het handschoenenvak. Oké. We hebben gelijk kwijt wat ik wou zeggen. Ja, nou dat was leuk. Het is gewoon kwijt. Wat waren je zuster? Weet ik niet meer. Ik weet het gewoon niet meer. Ja. Oh wel, nee ik weet het weer. Okay. Sorry. Ik ben nog steeds verkouden. Ja. Er zijn verschillende mensen die vragen of er al wild in de val heeft gezeten. We houden hem in de gaten, maar er hebben alleen nog maar vossen in gezeten. En Lennart, dat is dus Dennis Zwager, die val eigenlijk beheert. Dat is de jager. Die is even weg geweest, een reisje. En hij heeft hem dus toen niet op scherp gehad. Maar zijn camera heeft allemaal rev, oftewel vossen, geregistreerd. Hij zegt dus dan ga ik hem maar op scherp zetten, want dan vang ik in ieder geval vossen. Daar staat de val. Hij staat nog steeds open. Ze hebben dus nog steeds niks gevangen. Ik geloof wel dat er een hele boom aan appels doorheen is gegaan. Dat zijn die beesten heel blij mee. Ze laat zich niet vangen. Heel vervelend voor Dennis. 1-0 voor de wilde dieren. Kijken waar de boom ligt. Geen idee. Kleine bospad, zegt hij. Nou, dat zal dit wel zijn. Hij zegt, je kan het niet missen. Daar gaan we ook vanuit dan. Hier ligt wel het een en ander, maar dat lacht er al. Een berk, zei hij. Jurk. Nou, het is geen berk. Dat is wel een nieuwe die om is gegaan. Hij heeft zichzelf opgeruimd waarschijnlijk. Hier komen wel berken, maar die staan nog. Ik kom een beetje bij de plek waar die val eerst stond, aan de linkerkant. Nou, er is hier, moest kijken. Kijk dan. Oh, dit is weer allemaal wildzwijnschade. Zo. Oh. Nou, dat is goed, goed slecht hier, hè? Allemaal omgeploegd weer. Zien jullie dit? Volgens ons niet. Ik hoop dat je er doorheen komt, Geertje. Ja, dit is nog een probleem. Nee. Jezus. Ik denk niet dat hij het weet. Nee, ik denk niet dat hij het weet. Had hij het wel gezegd, van kijk uit, want de weg is omgeploegd. Oh, ze zitten dus hier. Hij had hier, ja, hier stond de val. Dat had hij moeten laten staan, had hij een hele familie gehad. Lullo. Oh, dat vindt hij vast niet leuk. Nou Dennis, waar is die boom van je? Dat kleine bosweggetje, kan het niet missen. Hoeveel boswegen heb je? En ook. Zou dat dat weggetje zijn naar het huisje van Katrien dan? Wat hij dat bedoelt. Dat is ook een klein bosweggetje. Kijk hier, dit is wildzwijnenschade. Ze hebben hier alle tijd gehad uiteraard om te zoeken. Dan weet ik dat hier kanterellen staan, normaal. Maar die hebben ze dus omgeploegd. Nou, dan kun je ervan uitgaan dat de volgende jaren, kijk dan, ook geen kanterellen meer staan. Hier heeft de val gestaan. Nou, alsof ze de spot ermee drijven. Dit is wat ze omploegen. Ze maken gewoon gaten.
Kijk. Hier, kijk. Kijk nou, daar komen mijn vriendjes. Kom maar. Dat is een partij erg. Hier moet je eens kijken. Oorlogsgebied. Ja, dit lijkt echt wel op een oorlogsgebiedje. Het is niet te geloven dit. Man, man, man. Ah, daar zal hij niet blij mee zijn. Als je ziet hoe sterk die beesten zijn, als die stenen die ze verplaatst hebben. Ja, ze hebben gewoon onwijs. Ik moest kijken hier, alsof je met een bosmachine bezig bent geweest. Inderdaad. Wortels eruit. Het zijn hele geulen. Ah, die kunnen je landschap goed verknallen. Kijk dan. Hier. Ja, hier, die stenen hebben ze verplaatst. Dit is hier. Kijk, dit is een beetje van laat. Ja. Die krijgt maar twee monden niet even bij, zeker. Nee. Nou, hier, kijk eens. Ja. Als je daar met je schoen in gaat staan. Ja, nee, het is een gezellig getal prullen geweest. Wat denk ik dat nu? Hier. Hier ook. Dat is toch een grote groep, hè? Ze hebben er iets van 12 of zo geteld weer, volgens mij. Ja, wel schade, maar geen bomen. Ja, als schade geen bomen, nee. Maar we zitten verkeerd dus. Lila's Koekswegen, zei hij. Dus dat is de kleine bosweg. Ik denk dat hij dat bedoelt vanaf Katriens huis het bos in. Dat hij die bedoelt. Nu ik over nadenken. Maar ik vind het ook niet groot hier, dus. Dit is ook... Oh, kijk, kijk, kijk! Holy fucking moly! Zag je hem? Kijk daar. Daar staat hij. Hij staat me aan. Wauw, dat is een grote tering. Ja, weet je, ik kan er wel nog achteraan, maar hij hoort mij en hij ruikt mij en dan is hij toch weg. Jeetje. Nou, die hadden we anders gemist als we gelijk die boom hadden gevonden. Die hadden we weggejaagd met onze herrie. Nou, wat gaaf. Nou, komen we weer bij de val. Oh, ga je erop? Oké. Okay. Nou, de val staat nog niet op scherp zo te zien. Zijn op. Er zit niks in, want hij staat open. Ik denk dat het wel tegenvalt met Lennart dat hij daar niet zo alert op is. Maar hier zijn ze ook niet meer geweest. Het heeft hier natuurlijk naar mensen geroken. Nou, dan hebben we daar de bosopgang. Ah, die dus. Ah, daar ligt hij. Mooi, daar. Ja, oké. Okay. Nou, die gaan we. Niet zo ver weg. Nee, we moeten nu aan het sjouwen. Maar daar ligt hij. Die gaan we halen. Hoi. Oh, het is een hobby van je druk. Ja, dat kan niet aanzet. Een heel verhaal gehouden. Ja. We hebben de laatste keer dat we aan het zagen waren in onze eigen tuin commentaar gehad van mensen die met pijn in de buik hadden zitten kijken. Nou is het zo dat Geer nog geen helm heeft. De gemiddelde Biel-thema helm doet niet zoveel. Die zijn erg duur. En hij zaagt eigenlijk altijd liggend hout, zoals je daar ziet. Daar heb je geen helm voor nodig. In de tuin was het handig geweest. Geer zaagt al 18 jaar. En zo lang hebben we het huis. Daarvoor heeft hij in Pijnakker ook wel eens een wilg moeten zagen. Want hij had al een kettingzaag. En we zaagden ook wel het een en ander schoon in het bos. Daarachter als we dingen mochten hebben van de boswachter. Gewoon zeggen dat hij weer uitziet. Ja. Hij weet wat hij doet. En we zijn heel blij met de zaagbroek. En de cursus die ons werd aanbevolen is die voor het werken met een zwaardere machine.
En die zullen we nooit kopen, want Geer gaat geen bosarbeid doen. De technieken die je leert, heeft hij geleerd van de mensen die bosbouwers zijn hier. Dus geen zorgen alsjeblieft. Feedback is natuurlijk gewoon altijd welkom. Ja, die wil je niet op je tenen krijgen. Hij balanceert, dat is wel heel slim, ja, dat hij op die stronk balanceert. Dat is niet slecht. Oké, okay, nou kijk, ik heb van onze buurman ook dus in het verleden geleerd hoe ik een boom moet laten vallen. Nou, ten eerste is het natuurlijk even kijken van welke kant hij op leunt. Nou, als je bijvoorbeeld deze korte ziet, toevallig is deze afgebroken, maar dit is wel een mooi exemplaar. Wat je ziet is dat deze stam die kant op wijst. Ja. Dus dan zaag je eerst hier een vee uit. En dan zagen we aan deze kant zo ver mogelijk dat je een klein beetje hoort gaan. En dan kan je hem zelfs met je hand. Dat is precies wat wij deden in onze tuin om hem gecontroleerd precies daar te laten komen. En dat zaagje, die laatste zaag doe je hoger dan die wig, hè? Ja, dan gaat hij breken precies op dat punt waar hij nog een klein beetje wil staan. En dan heeft hij ruimte om te vallen. Precies. Want er was iemand die, ik filmde dat van ongeveer 30 meter afstand. Maar het was gewoon te ver weg om te kunnen laten zien wat Geer deed. En ik was niet van plan om naast hem te gaan staan. Deze is niet gevaarlijk. Maar goed, dat is dus wat Geer geleerd heeft van Kenneth. Kenneth is in de 70. Dit is zijn hele leven professioneel bosbouwer geweest. Die heeft bij ons ook bomen weggehaald en heeft Geer verteld hoe. Hij heeft hem het ook laten doen. Dennis heeft het hem laten zien. En zo zijn er meer die Geer dus in de leer hebben genomen. Het is ook zo dat we dus nu in het bos staan van Dennis. Ja. En Dennis is toch een pietje precies. Dus die wil niet mensen in het bos hebben die zagen, terwijl ze het niet kunnen. Nee. Dus, want dan als er ongelukken gebeuren, dan is hij verantwoordelijk. Precies. Dus, hij vertrouwt Geer. Ja. Hij vertrouwt Geer op zijn vaardigheden. En het is niet om een hete aardappel in onze mond te nemen. Maar dat is om te reageren op al die mensen. Tenminste, er waren niet veel mensen. Maar er waren er een paar die dachten dat dat niet goed ging. En we willen ze geruststellen. Geer weet wat hij doet. En de cursus nogmaals die jullie dan willen dat hij gaat doen. Die heeft te maken met zwaardere machines, toch? Ja. En die heeft Geer niet, die wil die ook niet aanschaffen, want dit is ongeveer het werk wat we doen, opruimen voor Dennis, in stukken zagen van gevallen hout. Ja, wat je zegt, hè? Want ik zaag geen boom, staande boom om. Nee. Het zijn dit soort stukjes. Ja. Of ja, dan heel toevallig, de ene keer wat jullie dus allemaal gezien hebben in onze tuin, dat we dus die drie stammen weg moesten halen. Maar voor de rest ga ik niet bomen zagen, want het is ook mijn bos niet. Nee. En dat regelt dan Dennis. En, gaat hij ook doen. Hij gaat doodhout omhalen voor ons. En dan mogen wij het weghalen. En Dennis is inderdaad, trouwens, iedere boseigenaar zal heel voorzichtig zijn met wie hij zijn bos instuurt. Want het is op zijn grond dat er bijvoorbeeld een ongeluk gebeurt. En dan zal hij zich moeten verantwoorden bij de arbeidsinspectie. Ja. Dus nogmaals, geen zorgen. Geer weet wat hij doet. Dus hij is inderdaad een hele pin naar beneden. Geer draagt ook professionele
werkschoenen met stalen zolen en stalen neuzen. Hij heeft niet anders, ook voor zijn werk. Oh, die had ik niet gezien dat je die doorgezaagd had. Ik vond al dat je een hoop liet liggen. Haha. Moet je me ook dat liggen? Ja, precies. Het is allemaal stookhout. Okay. Nou, onze bakkie wel weer verdiend. We hebben vanochtend pap met bramen gegeten. Dat hadden we wel nodig, volgens mij. Kom. Zijn ze slaperig? Hé, hey, gassie. Hallo, lieverd. Heb je lekker liggen slapen? Hé. Hey. Ja, even liggen slapen. Geer aan zijn kudde. Hey, lieverd. Hallo, lekker diertje. Het is pokkenweer, hè? Graadje of 8, nattig. Dus ik ga de doggies uitlaten. En dan zeggen we vanaf hier maar alvast gedag, hè? Want dan gaan we vandaag niet meer door met de trap. Nee. Later. 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 Vind je onze video's leuk? Kijk dan ook deze even. Hey, vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En we zien elkaar. Bye, tot de volgende.